Welkom terug bij de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. We waren er even 2 weken uit vanwege de verkiezingen, maar nu gaan we weer verder met waar we gebleven waren. We hadden eerst een aantal sprekers aan het woord gelaten die echt bezig zijn met problemen waar wij als Leidse gemeenteraad nu over moeten beslissen. Of er een nieuwe ijshal komt, hoe de voetbalverenigingen hun toekomst zien en of de tennis geprivatiseerd gaat worden. En we hebben daarna gesproken met een aantal adviesorganen en mensen die van de zijkant ook helpen om de sport in Leiden beter te maken. De topsportcoördinator, de breedsportcoördinator en vandaag spreken we de Leidse Sportfederatie. We staan hier namelijk in de raadzaal, in het hart van de Leidse democratie. Hier worden de beslissingen gemaakt over onder andere de sport in Leiden. Hier heb ik ook als gemeenteraadslid of duoraadslid moties ingediend op het gebied van de sportstimuleringsfonds of het gebied van een sporthal of een ijshal. In deze ruimte worden hele belangrijke beslissingen genomen en het is dan belangrijk dat de raadslid goed geïnformeerd is. En ik probeer natuurlijk als duoraadslid, ga ik bij FC Boshuis een wedstrijdje kijken of ik ga langs bij een bestuur van een vereniging om ermee te praten. Maar het is ook belangrijk dat allemaal sporters meedenken met de besluiten die genomen worden. En daarom hebben we nu in Leiden de Leidse Sportfederatie, dat elk besluit dat op het gebied van sport genomen wordt, of dat is de belangrijke besluiten, die gaan langs de LSF. De LSF toetst dan of het goed is voor de sport in Leiden, of er nog verbeteringen zouden kunnen worden gedaan. En dat geven ze als advies mee aan zowel de wethouder als aan ons als raadsleden. En daardoor kunnen wij de besluiten die we nemen ook baseren op wat de sporters in Leiden willen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat de besluiten die wij nemen ook gedragen worden in de stad. Daarom wil ik jullie voorstellen aan Rolf Marcelis, de voorzitter van de Leidse Sportfederatie. En hij gaat jullie meer vertellen over het belang van de LSF en wat hun doelen zijn. Sinds 2010 is de Leidse Sportfederatie het officiële adviesorgaan van het college op het gebied van de sport. Dat betekent dat tijdig de LSF geraadpleegd wordt als het om de sport gaat. En de sport is steeds belangrijker geworden in de stad. Werd vroeger verwaarloosd, nu zie je zowel in de raad als ook bij ambtelijk als bestuurlijk dat de sport steeds belangrijker wordt. Het is niet zozeer een grote doelstelling in de stad, dat willen heel veel mensen, maar sport is wel de motor tussen al die verbindende schakels, tussen al die doelstellingen. En dan komt het college gewoon tijdig bij de LSF om belangrijke onderwerpen, denk aan een ijsbaan, denk aan sportstimulering, denk aan het afstoten van vastgoed, of nu heel snel de zwembaden en de nieuwe 5 mei-hal. Dan komen ze langs bij de LSF om te vragen, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Wat is wijs? Welke richting moeten we op? Welke adviezen kunnen jullie ons meegeven? De LSF, de Leidse Sportfederatie, bestaat uit sportverenigingen in Leiden. Sportverenigingen die lid zijn van de NOC, NSF. Die worden automatisch lid. Die hebben een zeggenschap op de ALV om aan te geven, jongens, hoe gaat dat eigenlijk met die LSF? Maar de LSF is niet alleen adviesorgaan. De LSF organiseert jaarlijks de Leidse Sportprijzen. Prachtig mooi feest om de Leidse Sportman, Sportvrouw, de aangepaste sporter, Sportcoach en Sportteam te kiezen. Daarnaast organiseert de LSF samen met anderen, bijvoorbeeld de Stichting Topsport Leiden, een congres waar 100 sportbestuurders uit Leiden elk jaar aan deelnemen. Kortom, de LSF is niet alleen een adviesorgaan, de LSF behartigt gewoon de belangen van de sport in Leiden. 6 bestuursleden zetten dagelijks hun vrije tijd in om dat zo goed mogelijk te maken. En hier in de raadzaal worden naar die adviezen geluisterd en neemt de importantie van de LSF steeds meer toe. Over 2 weken zijn we weer terug. Aan de vooravond van de Koningsspelen spreken we met 2 combinatiefunctionarissen die heel helpen mee organiseren van die Koningsspelen. Heb jij nou ook een sporter of een sportheld in gedachten die jij graag aan het woord zou willen laten in deze sportcolumn? Stuur dan een mailtje naar sport071@sleutelstad.nl en dan komen wij heel graag langs.